De pakjeskamer nog goed in orde maken. De bakkerijen moeten hier en daar nog wat aan gebeuren. De slaapkamer Sinterklaas, daar moeten we de kussentjes nog goed gaan leggen. En buiten gaan we het voorterrein gaan we nog mooi in orde maken. We hebben een mooie winkel waar de kinderen kunnen gaan kijken wat voor Sinterklaas souvenirtjes allemaal heeft. Dus dat zijn de kleine dingetjes die nog moeten gebeuren, maar het kasteel is bijna klaar voor de Sint. Nou, dit is Zwarte Piet. Doe die hieronder.